Dit is de vurkplak van de altijd verlegen Rintje Kas. Ja, dit is iets te dichtbij met dat ding. Hij was kus hekel. Maar... Nee, zo heb ik hem dichtbij. Zie maar, valt wel met. Ja, nou dan dat maar niet. Ja, die rotjeugd had hem behoorlijk verlegen maken. Maar niet minder muzikaal natuurlijk. Ik moest mijn verlegenheid een beetje overwinnen. En dat heb ik gedaan door middel van mijn idool Paul Stanley van Kiss. Is dat zo? Dat is zo, ja. Ik word helemaal gek van Kiss. Er kwamen volle posters van Kiss en op een poster, dat wou ik dus ook. En ik heb het, ik sta op een poster nou. Ja. Volgens mij is het een oude jeugdheld. Oude jeugdheld, ja. En ja, nou nog steeds hoor, hij heeft weer een hele mooie CD gemaakt, prachtig mooi. Rintje Kas gaat zijn clip zelf maken. Die clip ik zelf maken, ja. Hij gaat daarbij een eigen beeldtaal ontwikkelen, want het is een vorm van breedbeeld, gaan we nog nooit jaren zien. Zwarte balken aan de zijkant. Dus de unieke beeldtaal van Rintje komt het mooist op zijn recht als die tv even op zijn kant gooit. We zenden even een stukje uit in dat nieuwe breedbeeldformaat. Laat ze maar praten, laat ze maar gaan.